Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Action Shop blog voor jullie. Ik moest namelijk kerstcadeaus hebben. Ja, en waar kun je die beter kopen dan bij de Action? Er zit ook wat bij van de Xeos. Maar ik heb weer flink geshopt bij de Action. Dus mocht jij benieuwd zijn welke spullen ik zoal heb gekocht, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zal de prijzen van de producten in beeld zetten. En ik zal even beginnen met de items van de Xeos. Ik heb daar Fun Socks gekocht. Er staat op I have mixed drinks. Op de blauwe weet ik niet of het erop staat. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. En het cadeau wat ik wilde kopen hadden ze helaas niet. Dus ik heb Fun Socks gekocht. Ik zal er ook gelijk even bij zeggen als het kerstcadeaus zijn. En dan nog een kerstcadeau. Dat is deze mok. En dit is een hele Hollandse mok. Ook van de Xeos. Ja, ik vond het heel erg lastig. Dus ik heb deze gekocht. Hier staan vooral wat dingen op. Molentjes. Ik zie koeien. En gewoon echt, het is heel erg Hollands. Dus die heb ik ook bij de Xeos gekocht. Want ja, ze hadden helaas niet alles bij de Action. Dan ga ik nu door met de spullen van de Action. Allereerst heb ik twee rollen kerstpapier gekocht. Hier staat gewoon op, holidays, let it snow. Het is gewoon metallic papier. Ze hadden niet heel veel leuke kerst cadeaupapierrollen. Dus ik heb maar folie gedaan. Ik heb twee rollen gedaan, want ik heb best wel wat dingen om in te pakken. Dus die. Dan heb ik twee draadmanden gekocht. Ik heb een gouden, die ga ik cadeau geven. Deze vond ik wel heel erg leuk. Ik vond het heel erg lastig. Want ik ben altijd best wel kieskeurig met het uitzoeken van kerstcadeaus. Dus ik heb een gouden die ik dan cadeau ga geven. En voor mezelf heb ik een zwarte. Die vond ik wel leuk op tafel of iets. Dus kun je ook leuk fruit in doen. Of ja, misschien iets van een kaarsje inzetten. Ik vond deze wel heel erg leuk. Dus dat zijn die. Dan heb ik een speaker gekocht. Dat is ook een kerstcadeau. Ik moest kerstcadeaus hebben voor mama. En ja, ik vind het gewoon heel erg lastig. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Dus ik heb maar een speaker gekocht. Het is een Pulsar mini boom speaker. Het is met bluetooth. Hij kan 6 uur spelen. Dus het is gewoon eventjes kijken of dat hij het doet. Mocht diegene het niet leuk vinden, mag hij natuurlijk ruilen. Maar ik vond het wel... Ja, ik dacht misschien is dat wel leuk om ook cadeau te geven. Dan heb ik ook de nieuwe potloden gekocht. En dat zijn deze. Ik zal die nieuwe potloden. En Nathalie had die al. En ik was er ook heel erg benieuwd naar. Hier zitten 46 potloden in. Aangezien ik natuurlijk veel bullet journal. Ik had ze ook omgekeerd. Dacht ik, zijn wel leuke potloden. Hier staan de kleurtjes een beetje op die erin zitten. Dus een handige box ook. Ik vond ze wel heel erg leuk. Die wilde ik heel graag hebben. Dan heb ik ook een organizer gekocht. En Nathalie heeft deze ook staan op haar werkplek. En die vond ik zo leuk dat ik dacht, oh, dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Kun je ook nog kleine stickertjes in doen of wat dan ook. Ja, het is eigenlijk een beetje werkplek gerelateerd. Dus die vond ik ook wel super leuk. Dus die dacht ik, die ga ik lekker bij mijn werkplekje zetten. Dan heb ik nog een kerstcadeau en dat zijn deze sokken. Ik had aan iedereen gevraagd wat wil je hebben en sommigen wisten het en sommigen niet. Dus ik heb huissokken gekocht. Dit zijn roze en witte en roze. Ik heb ook blauwe en rode. Warme sokken die zijn natuurlijk altijd welkom met dit weer. Het is one size, dus dat is wel handig. Dus eigenlijk past iedereen die wel. Ja, gewoon huissokken, niet heel bijzonder. Maar ja, het was lastig. Dan heb ik een schepje en die heb ik voor mijn oliebollen gekocht. Leek me wel heel erg handig. Ik wil met auto nieuw oliebollen gaan bakken en dan kan ik de oliebollen er makkelijk uitscheppen. Dan kan het olie er afdruipen. Die lagen ook echt een beetje bij het nieuwjaarschap. Ik dacht, nou, dat vind ik wel, wel handig. Ik heb wel een soort schep, maar die gebruik ik ook vooral voor mijn... voor mijn spekjes, zeg maar. En ik dacht, nou, heb ik er nu eentje die meer geschikt is voor oliebollen. Dan heb ik een posterframe gekocht. Ze zijn iets groter dan ik had gedacht. Ik had namelijk heel erg leuk mijn nieuwe kapstok opgehangen. En toen dacht ik ineens, shit, ik ben door de muur gegaan. Dus daar moest wat voor.
Ik heb deze met wolf erop. Je had echt heel veel verschillende soorten. Ik weet niet of die het echt scherp stelt. Ik wilde eigenlijk heel erg graag degene met de tekst erop. Collect. Ik kan het niet eens lezen. Het is echt verschrikkelijk. Collect Moments Nothings. Maar die hadden ze niet. Ze hadden alleen maar die met de Love. En volgens mij deze. Die vond ik niet leuk. Dus ik heb de Love gekocht. Dus die ga ik in de woonkamer ophangen. Maar het is wel een hele mooie als ik het zo zie. Want er zit ook een zilveren randje aan. Even kijken hoor. Dan heb ik een gelmasker gekocht. En ik zag deze bij iemand in de video voorbij komen. Dat leek me heel erg lekker. Je kunt hem warm en koud gebruiken. Dus je kunt hem gewoon hergebruiken. Ja, gewoon lekker als je bijvoorbeeld je niet helemaal top voelt. Dan kun je gewoon zo'n masker om je gezicht doen. En je kunt hem gewoon, er zitten strips aan waardoor je hem op je gezicht vast kunt maken. Ik denk dat dit wel heel erg lekker kan zijn om gewoon eventjes een soort verwendmomentje voor jezelf te hebben. Dat wordt even zoeken hoor. Dan heb ik een heel erg leuk mandje. En dit vond ik wel heel erg leuk voor frietjes. Ik ga met tweede kerstdag ga ik fondueën. En ik dacht, nou hoe leuk is het om hier mijn frietjes in te doen. Want ik eet er altijd frietjes bij. Dat is gewoon ook sowieso leuk om te serveren. Ik heb er gewoon één gekocht. Want ja, ik ben ook maar alleen. Ik ga alleen fondueën. Dus ik dacht, nou weet je. Vond ik wel heel erg leuk. Die had ik zien staan. Hij is mooi zwart. Dus ik dacht, nou dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te gaan gebruiken. Dan heb ik even een heel basic item en dat is impregneerspray. Waterproefspray noemen ze het ook wel. Ik had een paar schoenen die ik nog in moest sprayen en ik kon die spray nergens meer vinden. Dus ik dacht, ik ben nu bij de Action, laat ik even nieuwe meenemen. Je kunt ook je jassen bijvoorbeeld hier weer mee waterproof maken, maar ook gewoon voor schoenen. En ik gebruik ze ook vaak voor tassen. Dus gewoon een spray die je gewoon kunt gebruiken om je spullen mee in te sprayen. Dus dat is altijd wel heel erg handig om in huis te hebben. Dan heb ik eventjes nog wasmiddel gekocht voor de zwarte was. Ik heb laatst mijn hele voorraadkast heb ik bekeken. En toen zag ik dat ik nog één fles had staan voor de zwarte was. En ik vind het altijd prettig om wasmiddel op voorraad te hebben. Bij de Action is het gewoon net goedkoop. Dus ik heb gewoon weer de Robijn voor de zwarte was gehaald. Niet heel bijzonder, maar ja, gewoon nodig. Dan heb ik Patex houtlijm gekocht. Mijn klinten in huis die laten wat los. Die strips die zijn niet heel erg lekker stevig. En ik had het geprobeerd met een lijmpistool. En sommige plekjes blijven wel zitten en sommige plekjes niet. Toen dacht ik, nou laat ik maar even iets van houtlijm halen. Dus dat is gewoon van Patex. Kwam ik tegen. Ik dacht, ja, dat ga ik gebruiken om mijn plinten weer goed mee vast te maken. Want dat is echt wel een doorn in mijn oog als die niet vast zitten. Dan heb ik ook nog een aantal embossingfolders gekocht. Ik heb eentje ga ik cadeau geven voor kerst. Dat is gewoon deze. Deze heeft stipjes. Die vond ik wel heel erg leuk. Dus die ga ik cadeau geven. En voor mezelf heb ik er dan ook nog één met stipjes. En één met vogeltjes. Hier komt een vogeltje, wordt uitgedrukt. Dat vond ik wel heel erg leuk. Heel lang hebben ze die ook niet gehad. Maar nu hebben ze die weer. Dus als het goed is, wordt dat vogeltje er dan uitgedrukt. Ja, vind ik gewoon heel erg leuk. Ik hou natuurlijk nog steeds heel erg van bullet journal en zo. Ik vind die folders gewoon super leuk om te gebruiken bij mijn embossingmachine. Dan heb ik shampoo gekocht. Ik gebruikte altijd de André Lon shampoo, de Masha lijn. En die hebben ze eigenlijk bijna nergens meer. Volgens mij is die eruit gegaan. En ik dacht, ik wil toch maar even nieuwe shampoos. Ik heb nu L'Oreal Elvive. Gewoon van de Action. Dit is met een Nutri-Gloss Crystal. Dit is een sparkling shampoo. Ik weet niet wat het gaat doen. Ik hoop niet dat ik glitterhaar ga krijgen of zo. Maar ik dacht gewoon om eens even te proberen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit ruikt. Oeh, hij ruikt wel heel erg lekker. Ja, ik hou er gewoon van als shampoo lekker ruikt. Dus ik heb even deze shampoo gehaald. Dan heb ik hier een heel groot ding. En dat is deze dit bord. En dit is ook een kerstcadeau. Ik ga even iets naar achter, zodat jullie hem ook goed kunnen zien. En hier zit zeg maar ook een magneetplaat op. En hier kun je gewoon leuke kaartjes aan hangen. Maar hier kun je ook magneetjes op doen. Er zitten ook wat magneetjes op. Ik dacht, nou, dat is ook wel leuk.
Vooral als mensen niet weten wat ze willen hebben, ga je improviseren. Dus ik dacht, nou, die vind ik wel heel erg leuk. Dus die ga ik gewoon ook kopen om cadeau te geven. Dat wordt nog heel erg leuk ook met inpakken. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan heb ik een fotolijstje gekocht. Hier zit een reden achter. Mijn konijntje is overleden. En ik wil eigenlijk een soort gedenkplekje maken. Daarom was ik ook eigenlijk naar Xenos gegaan. Ik wilde een soort salontafeltje. En er zit dan ook een gat in. Dan kun je dus een kussen inleggen voor je katten. Helaas hadden ze die niet. Maar ik dacht, dan neem ik in ieder geval een fotolijstje mee. Want daarom wil ik dus een fotolijstje gaan neerzetten met een foto van mijn konijntje. Nou, wat kaarsjes eromheen, zodat die niet vergeten wordt. Het is een heel basic fotolijstje. Je kan een fotootje in van 10 bij 15. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel leuk om voor mijn konijntje te doen. Ik heb wel voor zwart gekozen. Ze hadden ook wel goud en zo, maar dat past gewoon niet zo in mijn interieur. Dus ik heb gewoon gekozen voor een basic zwarte. Dan heb ik ook weer een aantal knutselboekjes gekocht. Dit is van Craft Sensation en dit zijn gewoon van die boekjes waar je mee kan knutselen. Ik heb ze zowel voor mezelf gekocht om en als cadeau te geven. Ik heb hier iets met Happy Summer. Hier zitten dus hele vrolijke zomerplaatjes in. Ja, je kunt hier heel erg leuk mee knutselen. En ja, deze zijn gewoon wat vrolijker, zeg maar. Het zijn hele leuke boekjes om mee te bullet journalen bijvoorbeeld. Of ja, misschien in een planner wat je hebt. Dan heb ik Hey Lovely. En hier hele schattige plaatjes. Sorry, mijn stem wil niet helemaal. Je hebt bijvoorbeeld deze. Ik zag hier iets met stipjes. Die. Ja, deze vind ik ook wel heel erg tof. Hele leuke, schattige plaatjes. Deze is ook wel heel erg leuk. Die is ook wel heel zomers gerelateerd. Dan heb ik Summer Shores. Dit is een beetje met zeedingetjes, heb ik het idee. Ja, wat zachte plaatjes zitten hierin. Iets met hout lijkt het wel. Een beetje een houtthema. Zee, uiteraard. Nog wat zachte, ook nog in het groen. Ja, dit is een beetje een soort laminaatachtig kleurtje. En die vind ik ook wel heel erg tof. Dat zijn die. Dan heb ik hier een paar dubbel, omdat ik ze natuurlijk ook voor mezelf heb. Dan heb ik hier de Love the Vintage. En hier zitten echt ook hele mooie platen in. Bloemen. En die. Die bijvoorbeeld. Deze is ook wel heel erg leuk. Ik ga er een beetje snel doorheen. En ja, deze is ook wel heel erg tof. Mocht je hier wat meer van willen zien, kan je het altijd even aangeven. Dan kan ik het altijd in een vlog laten zien. En Feeling Happy heb ik ook. Die vind ik ook wel heel erg leuk. Dit zijn ook weer van die hele zachte. Dit vind ik bijvoorbeeld heel tof. Het is ook heel erg leuk om een quote op te maken. Zoiets heb ik laatst bijvoorbeeld zelf geschilderd. Maar dan wordt het natuurlijk nooit zo mooi. Ook heel leuk. Super tof ook. Oh, die zijn ook heel schattig. Bloemetjes nog. En deze. Die vind ik ook wel heel erg leuk. Dat zijn deze. En die heb ik dan voor mezelf ook. Dus ja, om cadeau te geven en ook voor mezelf weer even wat nieuw om aan te vullen. Even een nieuwe gasaansteker. Die van mij die raakte weer een beetje leeg, had ik het idee. En ik koop gewoon altijd nieuwe. En ik gebruik deze vooral om mijn gas aan te steken. Je kunt er ook kaarsjes mee aansteken. Ik brand alleen niet zo heel veel kaarsjes. En er zit ook een kinderlok op. Dus dat is misschien wel handig dat je hem gewoon dicht kunt doen. Dat als je kind eraan zit, dat hij hem niet aan kan krijgen. Gewoon even een basic rooien. Niet heel bijzonder. Dan heb ik weer eventjes muurvuller gekocht. Want die heb ik een tijdje geleden ook al gekocht. Deze is van Patex. En die van mij die was uitgedroogd. En ja, in mijn gang had ik ook wat gaten die gevuld moesten worden. Dus ik dacht, ik moet even een nieuwe muurvuller halen. Deze beviel eigenlijk wel heel erg goed. Dus ik dacht, ik ga gewoon weer voor dezelfde. Want ja, ik wil eigenlijk alles wel een beetje netjes proberen te houden. Dan heb ik metallic sheets. Ik wilde eigenlijk nog wat meer sheets, maar die hadden ze niet. Hier zitten gewoon drie kleuren met sheets in. Je hebt ook nog glitter sheets, chalk sheets, woodlook sheets en
ja, je hebt deze heb ik allemaal. Ze hadden bij de Action, waar ik was, alleen de metallic. Dus ik heb alleen de metallic. Je weet, als ik nog eens bij een andere Action kom, dat ik er nog een paar bij haal. Maar dat vond ik ook gewoon heel erg leuk om mee te gaan knutselen, gebruik te maken in mijn bullet journal vooral. Dan heb ik iets wat je misschien totaal niet verwacht. En dat zijn knopjes. Dit zijn knopjes om te bevestigen aan je... je kast bijvoorbeeld. Ik heb boven een kledingkast en die knoppen die lieten los en die kreeg ik voor geen mogelijkheid meer aan. Dus ik heb gewoon even een paar gehaald. Ik heb twee zwarte. Ik heb er gewoon vier meegenomen. Ik dacht, ja, dan heb ik in ieder geval over, mocht ik ze niet alle vier gebruiken. Misschien had ik er nog zelfs twee bij moeten halen, want ik bedacht me later, ik heb volgens mij zes kasten. Zes deuren en ik heb dan twee roze. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Ze hadden niet heel veel keuze, maar ja, het is gewoon fijn om dat weer even mooi te maken. Ik ga even iemand uit bonjouren, want ik heb hier een archiefdoos gehaald. Ik heb deze. Ze hadden er nog maar eentje en ja, omdat ik die gebruik bij het opruimen van mijn knutsel, dacht ik, nou, ga ik toch even eentje meenemen. Mocht ik later weer eens bij de Action komen, kon er nog andere tegen, kan ik er nog wat bij halen. Want er stonden er eigenlijk wel vier op mijn lijst, maar ja, ze hadden er maar één en dat is deze. En hier kun je dus gewoon, ja, spullen in doen. Vrij diepe dozen. Ik gebruik ze ook bijvoorbeeld vooral voor die boekjes. Vind ik wel heel erg handig. Volgens mij kun je er zelf ook nog een papiertje inschuiven met wat erin zit. Nou, ik doe dat zelf nooit. Maar ik gebruik dit soort spullen. Die steek ik er dan bijvoorbeeld in, zodat het netjes opgeruimd is. Dan heb ik een panty. En dit is van Kate Legwear. Dit is een fashion tight. En ik vond deze wel heel erg leuk. Ik heb een S'je genomen, want hier zit zo'n streep in. En dat vond ik wel heel chic. Staat gewoon wat leuker. Misschien had ik een maatje groter moeten nemen, omdat een panty op zich niet heel erg is als die wat ruimer zit. Maar ik heb voor S gekozen, want de laatste tijd zit S maar toch beter. En dit is gewoon een 20 denier panty. Niet heel dik, maar ik vond hem gewoon heel chic vanwege die streep. Dus daarom heb ik hem gekocht. Dan heb ik iets waar ik heel erg benieuwd naar ben. En dat is een wireless charging pad. Dit is een oplader waar je je telefoon op mee kan opladen. Ze hadden verschillende soorten. Ik had er eerst eentje, die was wat goedkoper, maar die vond ik kwalitatief later toch niet zo heel erg goed eruit zien. Er zit een snoertje bij. En als jouw telefoon een... dit is met een compatible is. Dan kan je telefoon hier dus gewoon opleggen om op te laden. Dus je legt je telefoon hier gewoon op en dan gaat hij gewoon opladen. Ik ben heel erg benieuwd of het ook kan terwijl hij in het hoesje zit. Je had hem in verschillende kleuren, maar ik dacht ik ga lekker voor zwart. Hier staat op dat hij voor de iPhone 8 is en hoger. Samsung Galaxy S6 en hoger. En de Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 RS en Huawei P30 Pro en up. Google Pixel or Nexus 4 and up. En ja, omdat deze vooral ook voor Apple is en ik Apple heb, dacht ik, nou, ik ga het gewoon proberen. Hier zul je zeker nog wat van horen in de vlog of dat het me bevalt. Heb ik ook eventjes een conditioner gekocht. Die is ook van L'Oreal. Elvive, totaal repair. Ik vond het heel erg lastig omdat alles er niet heel duidelijk op staat. Omdat het meeste buitenlands is natuurlijk van de Action. Maar ja, ik dacht ik ga het gewoon proberen. Ik ben wel benieuwd hoe deze ruikt. Ja, ruikt ook wel heel erg lekker. En conditioner, daar kan ik ook eigenlijk niet zonder. Als het bevalt, ga ik gewoon vaker mijn shampoo weer bij de Action halen. Dan kom ik er natuurlijk niet zo heel veel. Maar ik dacht, ik ga het eerst gewoon eens proberen. Want mocht het nu bevallen, dan moet ik toch over op wat anders. Maar ja, gewoon even basic. Dan heb ik nog drie soorten washi tapes. En je had weer nieuwe. En ik heb allereerst deze. Het zijn setjes. Ik zag er maar drie. Dus ik heb ze alle drie gekocht. Dit zijn met een beetje sterretjes. En hello. En ja, gewoon hele leuke dingen. Ik wilde eigenlijk ook wat kerstwashi tapes hebben. Maar die waren natuurlijk allemaal al weg. Omdat het al bijna kerst is. Ik heb deze. Dit is ook een beetje met bloemen lijkt het wel. Ook heel leuk, er zit ook een glittertje in. Het zijn echt hele verschillende soorten washi tapejes. Zien er super leuk uit en goed verpakt. Ik heb ook alle die luxe dozen, die vond ik ook heel fijn. En dan heb ik nog een hele vrolijke, een beetje zomerse. En hier zitten ook wat dikkere washi tapes in. Dus hier ben ik ook wel heel benieuwd naar. Vind ik leuk om te gaan gebruiken. Dus die gaan ook weer in een van mijn bakken. Want dan kan ik weer lekker verder met knutselen.
Dan heb ik een lipolie gekocht. Die zit vitamine E in. En mijn lippen zijn momenteel zo onwijs droog. Dat ik dacht, nou, lipolie, dat kan nooit kwaad. Ik ben wel heel erg benieuwd hierna. Volgens mij is dit met kersen en bloesem en zo. Je had verschillende soorten, maar ik ben voor de rode gegaan. Ik weet niet of die een kleurtje afgeeft, maar dat ga ik wel meemaken. Ik ben er in ieder geval wel benieuwd naar. Het laatste wat ik eigenlijk kocht is een loose powder in de kleur 167 Soft Ivory. Dat was ook de laatste lichte kleur die ze hadden. De meeste waren vrij donker, maar dit was wel een hele lichte kleur. Ik ben er altijd wel benieuwd naar. Ik vind het altijd leuk om make-upjes van Action te proberen. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon eens kopen om te kijken of dat het bevalt. Het is best wel een groot potje en ja, hij was gewoon eigenlijk heel goedkoop. Dus ik dacht, nou, leuk om te proberen. Ja, en het allerlaatste is deze tas. Want ik had geen tas meegenomen omdat ik echt heel erg in de war was toen ik naar de Action ging. Omdat ik net mijn konijntje was overleden. Dus ik dacht, nou, dan moet ik maar even een shopper kopen. Want ja, er zijn nog altijd dingen die ik vergeet. Dus dat zijn eigenlijk al mijn aankoopjes. Zo, mijn hele bank ligt inmiddels gevuld met spullen van de Action. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jij het leukste vond wat ik heb gekocht. Ik ben eigenlijk met alles heel erg blij. Waar ik zelf heel erg benieuwd naar ben is deze oplader. En ik ben ook heel erg blij met de potloden, want die wilde ik al een tijdje hebben. Dus ik ben blij dat ik ze heb kunnen vinden. Ik ga dit zo allemaal even opruimen. Ik ben blij dat ik weer met de spullen aan de gang kan. Even alles weer netjes maken en... ja, de kerstcadeaus apart zetten. Dus dat is ook wel even belangrijk. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Als je nieuw bent op mijn kanaal kun je gratis abonneren. Dit kan er op het rondje met mijn gezicht drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. En daar kun je ook het belletje aan zetten. En dan krijg je de melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Mocht je benieuwd zijn naar bepaalde producten en heb je er een vraag over, mag je die natuurlijk altijd stellen in de comments. En als ik met producten aan de gang ga, zul je dat ook zien in de vlog. En mocht je daar bepaalde vragen over hebben, kan ik die ook altijd even in de vlog beantwoorden. Dus ja, voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop je bij de volgende video weer te zien. En alvast hele fijne kerstdagen.